Ik heet jullie van harte welkom bij weer een nieuwe video van onze F1 Career Mode serie met Sauber. We gaan weer verder waar we gebleven waren en dat is dit keer de Grand Prix van Silverstone die op het programma staat. En we moeten de auto natuurlijk flink doorontwikkelen, aangezien we natuurlijk nog steeds het laatste team zijn. En dat willen we zo snel als mogelijk niet meer zijn. Dus Bottas is aardig bezig met de upgrades. Hij heeft op dit moment 2 chassis upgrades in de planning staan. Nou, ik kom erachter dat wij niet genoeg resource points hebben om in ieder geval zelf een upgrade te doen. Dus gaan we er maar eentje herontwikkelen die gefaald was. Nou, dan doen wij een aerodynamische upgrade. En Bottas doet dus de 2 chassis upgrades. Zo doen we beide wat. En gaan we nu lekker op naar de kwalificatie in Silverstone. Locatie die voor snelheid gemaakt is. Ooit een vliegveld, nu een van de mooiste racecircuits ter wereld. Het is kwalificatiedag hier in Silverstone voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Nou, Silverstone staat natuurlijk bekend om zijn S's die best wel moeilijk zijn te nemen. Alhoewel ik ze in deze game best wel makkelijk vind. Ik heb in Silverstone wel wat problemen met de bandentemperatuur. Soms heb ik in een kwalificatierun dat de bandentemperatuur veel te hoog wordt. Laten we hopen dat dit een probleem is in de kwalificatie en niet in de race. Maar ik zie het een beetje somber in. Dit is een probleem wat zich niet voordeed in de vrije training. Maar de vrije trainingen waren ook onder hele andere temperaturen qua asfalt. Nou, wij hebben ons uiteindelijk richting plek 9 weten te nestelen voor de eerste kwalificatie. We zien bijvoorbeeld een 17e gat naar degene die op pole position momenteel staat. Maar goed, het is nog maar Q1. Misschien kunnen we dat gat... Nou ja, ik vrees dat het gat eigenlijk alleen maar groter wordt. Want zoals ik al zei, hebben wij de laatste auto. Stijgen wij een beetje boven die auto uit? Ja, dat zeker. Alleen ook wij hebben zeker wel wat problemen. Bijvoorbeeld vorige race. Ja, dat je dan gewoon net geen punten pakt is gewoon zuur. We zien ook dat we problemen hebben met de ICE. Nou, ik heb uiteindelijk voorgenomen dat als we geen Q3 halen, gaan we de ICE vervangen en gaan we ook direct alle onderdelen wijzigen. Nou, in Q2 komen we niet verder dan de 9e tijd. Dus dan is het al redelijk kantje boord. Want vanaf plek 11 ben je uitgeschakeld. Dus dat wordt nog een interessant iets. We hebben expres onze tijd wat later neergezet, zodat we konden kijken waar we stonden. Alleen hebben we daardoor niet genoeg tijd voor nog een run. En uiteindelijk worden we ook 11 dus en is dit dus niet goed genoeg. Dat betekent dus dat we uiteindelijk onderdelen gaan wisselen, maar daar straks meer over. Laten we eerst even naar onze rating gaan, want gaat hij omhoog na best wel goede kwalificatie met de slechtste auto? Nou, bewustzijn gaat niet omhoog. Tempo wel, 500 in de plus. Maar ja, de overall rating. Denk dat we na de race wel richting de 72 gaan. Nou, het blijft gelukkig droog in Silverstone. En toen heb ik mijn beslissing echt gemaakt. Van oké, dan gaan wij onze onderdelen wisselen. Want in het droog ben ik gewoon veel beter dan in de regen. Wil je mijn regenskills zien, kan je natuurlijk de Grand Prix van Spanje terugkijken. Nou, zoals jullie zien drukken we bij alles op het plusje. Aangezien de auto in Park Vermees staat, heeft het geen zin om eentje uit onze pool te gebruiken, want je krijgt sowieso een gridstraf. Nou, gaan we over naar de race, dames en heren. Een race waar ik trouwens niet heel veel van verwacht, maar daar straks wel meer over. We keren terug naar de thuisbasis van de Britse autosport en de geboorteplaats van het Formule 1 wereldkampioenschap. Het is racedag hier op Silverstone. Het is tijd voor de Britse Grand Prix. Het 5,8 kilometer lange circuit van Silverstone is een van de langste van het seizoen. Met 18 bochten in de huidige layout. Met gemiddelde rondesnelheden van zo'n 230 km per uur is het ook een van de snelste circuits van het jaar. Let op auto's die de rechterbochten Abbey en Cobbs vol gas nemen. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Max Verstappen heeft gisteren een fantastische ronde gereden en begint vanaf pole position. Net voor Lando Norris die op P2 start. En op de rest van de grid hebben we Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Russell, Stroll, Joker, Ocon, Tsunoda, Albon, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Sargeant, Bottas en Kevin Magnussen vult de laatste plaats op de grid. De lichten gaan bijna uit, dus op naar de baan. En naast me vandaag een man die ik altijd graag in het commentaarhokje zie.
Bas van Damme, ik weet wat wij moeten doen voor de start van de race van vandaag, maar hoe zit het met onze coureur? Hoe zien die laatste uren eruit? Nou, iedere coureur heeft eigen voorbereidingsrituelen voor de race. Je ziet verschillende coureurs, sommigen met hoofdtelefoons op, luisterend naar muziek. Andere coureurs halen juist energie uit het publiek en zwaaien naar de mensen. Weer anderen keren in zichzelf en praten met hun engineers om cruciale informatie tot zich te nemen die ze nodig hebben tijdens de race. Die voorbereidingsrituelen zijn essentieel om systematisch te werk te gaan. We rijden veel Grand Prix in een seizoen en hoe systematischer je te werk kunt gaan, hoe beter je jezelf voelt in die omgeving. Nou, ze zeggen de laatste tijd wel een beetje hetzelfde. Er zit niet echt, diversiteit in. Maar goed, maakt niet uit. Wij gaan ons opmaken voor de grote prijs hier in Silverstone. En dat doen we uiteindelijk met een soft-medium strategie. Silverstone was vroeger een oud legerbasis. Vliegveld. En daarvoor hebben we nu een racebaan in de plaats gekregen. En de lampen zijn aan voor de Grand Prix van Silverstone. En we zijn onderweg. Eens even kijken. Nou, onze starts zijn natuurlijk niet heel goed. Daardoor gaat Esteban Ocon ons al voorbij. We proberen nog naast Ocon te komen. Maar gaat dat dan nog goed komen? Nou, het is een beetje lastig inschatten allemaal. Maar we proberen wel echt ons best om het Ocon zo moeilijk als mogelijk te maken. Maar ik denk dat Ocon, ja, die zit hier wel gewoon aan de goede kant. Kan meer exit speed meenemen. Ja, dan zijn wij gewoon simpelweg de lul. Kunnen wij eigenlijk niet zo heel veel hieraan doen. Dus zetten we de auto rustig achter Ocon en kijken we hoe de race verder verloopt. Dan zien we ook dat Albon naast ons zit. Maar Albon laten we een stukje naar buiten lopen. Niet al te veel, want hij kon er gewoon nog naast blijven. Alleen toen hij er niet meer naast bleef, toen heb ik besloten om de auto ervoor te zetten. Omdat hij lekker naar buiten laten lopen, dat bedoel ik meer. Want Albon zat er toch niet meer naast, zodat wij een goede exit konden creëren. De herhaling van de start dan zien we dat de lampjes uit zijn. Nou, Norris vanaf de eerste positie is echt extreem goed weg. Maar ook de Ferrari is goed weg. Of Verstappen is gewoon dramatisch weg. Dat is natuurlijk ook een optie. Je ziet ons in het gedrang, maar het gaat gelukkig allemaal goed daar in het achterveld. Dus daar mogen we zeker blij mee zijn. En dit is natuurlijk wel een prachtig shot van alle F1-auto's die eventjes langs de bocht racen. Onze eerste ronde is in ieder geval bijna afgelopen. En we zitten dus nog steeds vast achter Ocon. Ik wil niet al te veel ERS gaan gebruiken. Want de ERS gaan we nog heel veel nodig hebben in deze race. Misschien wel om te verdedigen. Maar natuurlijk ook om gewoon posities te pakken. En om dat met één positie allemaal op te maken vind ik best wel zonde. Dus we wachten gewoon rustig ons kantje af. Want als wij sneller zijn dan Ocon, dan komen we wel bij hem in de staart. En als we er dan naast willen, ja, dan kunnen we ERS gebruiken. Maar ik gebruik niet meer ERS alleen maar op het rechte stuk. Want dat is de moeite gewoon niet waard. En ook omdat in deze game natuurlijk de ERS sneller opgaat. Als jij mijn vorige cabrio mode op de vorige game hebt gezien, zag je dat ik dat elk rechtstuk deed. En nu niet meer, want daar zien we ook het resultaat van. Yuki Tsunoda zijn Honda motor, Red Bull Powertrain motor. Was Honda, weet ik zelf ook wel. Die gaat gewoon even ietsje sneller op het rechterstuk. En dan zien we hier de herhaling ervan, omdat ik midden in mijn verhaal zat. Die auto loopt gewoon net wat harder op het rechterstuk. Of we hebben een fout gemaakt bij onze exit. Maar volgens mij hebben we dat helemaal niet gedaan. Dus is dit gewoon een prima inhaalactie van Tsunoda. Het is natuurlijk de tweede ronde. DRS staat aan. Ik moet daar elke keer nog aan wennen. Ik ben elke keer nog gewend dat dat pas vanaf de derde ronde aangaat. Maar dat is natuurlijk nu al vanaf de tweede ronde van de race. Nou, dan zit Albon er ook nog eens even naast. Als het nog niet erger kan. Daar komt dan ook nog eens Alexander Albon. Alleen hij kan er wel naast blijven. Ik dacht dat hij dat niet ging doen. Maar toch blijft hij ernaast. En daardoor gaan we nu naar de bocht waar bij Verstappen en Hamilton natuurlijk ooit een keer mis is gegaan. Maar wij raken wel de curbstone. En Albon geeft ook netjes de ruimte aan ons. Alleen gaan we nu richting de S's. Ja, en daar wil je eigenlijk niet naast elkaar. Dus kies ik ervoor om te remmen. Alleen daardoor is ook Daniel Ricciardo met zijn Visa Cash App RB eraan voorbij. En zo liggen we op de 15e plek. En toch zien we maar weer hoe slecht de auto is. Althans, ik had al verwacht dat Silverstone ons met deze auto niet ging liggen. Maar we vechten met de mensen waar we mee horen te vechten. En dat is gewoon simpelweg niet om de punten, maar misschien om de 15e, 14e plek.
Dat zegt ook maar weer hoe we soms boven de auto zijn uitgestegen. En ook soms hoe laag het niveau stond. Want nu zien we gewoon echt een beetje waar de auto staat. En we moeten gewoon nodig upgrades gaan doen. Laten we ook eens even vooraan het veld gaan kijken. We zien dat Lando Norris zijn leiding verliest aan de Ferrari van Carlos Sainz. En daardoor heeft hij de leiding overgenomen. Nou, Ricciardo zit inmiddels dus nog steeds achter Alexander Albon. En wij zitten te kijken waar we misschien een inhaalactie kunnen gaan doen. Ja, ja, op dit moment dus nog niet, want we accelereren best wel slecht weg. Maar goed, daar komt de Alpine van Pierre Gasly, die wil ons verwijzen naar de 16e positie. Alleen Albon maakt een foutje, waardoor Gasly er niet meer durft ernaast te komen. En daardoor kunnen wij misschien wel een aanval gaan doen op Alexander Albon. Alhoewel ik dat niet verwacht en dat gebeurde ook niet, want ik ging daar niet vol voor. Want hier kunnen we er natuurlijk wel naast in diezelfde ronde. En Alexander Albon, zie je al het rode lampje knipperen. En dat betekent dat hij zijn energiesystemen aan het besparen is, zijn batterij. En daardoor konden we er best makkelijk aan voorbij. En liggen we momenteel op de 14e plek. Ja, en dat is natuurlijk geen punten. Maar goed, je wil natuurlijk wel zo hoog mogelijk eindigen. Zodat je misschien binnenkort naar een hoger team kan. Of dat we dit project met Sauber natuurlijk gewoon in blijven gaan. En hopen dat we hier zo snel mogelijk een topteam van kunnen gaan maken. Ook hebben we natuurlijk doelstellingen tijdens de race. En deze doelstelling komt eigenlijk bijna elke video wel voor. Voorkom dat de motor boven 149,3 graden blijft voor 10 seconden per rondje. Zij mag 10 seconden wel dat doen, wel die temperatuur zeg maar aanraken. Maar voor de rest ook helemaal niet. Maar goed, wij zitten dus in de vijfde ronde en we zien wel dat we dichter bij Daniel Ricciardo komen. Alleen is dit gewoon nog simpelweg te ver, denk ik, om echt daadwerkelijk te denken aan een inhaalactie. Nou, we komen er best wel ver naartoe. Maar ja, kijk, zoals ik al zei, we zijn gewoon te ver weg. En daarom moeten we onze kansen nog eventjes netjes afwachten. Nou, dan zitten we in de SS al wat dichter op Daniel Ricciardo in de zevende ronde van de race. Zien we ook dat we de doelstelling bijna gehaald hebben. We hebben op geen moment die 10 seconden. Het is altijd op nul gebleven, laat ik het zo zeggen. En we kunnen dus ook een inhaalactie doen op Daniel Ricciardo. En zo liggen we op de 13e plek en vinden we langzamerhand een beetje snelheid. Het duurde even voordat we in ons ritme kwamen, maar dan komt het ook wel redelijk goed. We zien zelfs dat de motor nu helemaal in het groen is gekomen. Hij was natuurlijk in het oranje, dus we hebben onbewust de motor best wel wat koeling gegeven. Nou goed, doelstelling gehaald en nu kijken wat er nog meer mogelijk is. Kunnen we het gat met Yuki Tsunoda misschien wel dichten? Hij is natuurlijk best wel ver weg gereden van ons. Maar ja, misschien liggen daar nog onze kansen. We gaan het allemaal wel meemaken. Maar goed, wat daarvoor wel nodig is, is dat we natuurlijk afhaken bij de DRS-straantje. En er is één iemand, en dat kan maar één iemand zijn in een Aston Martin, die een grote fout maakt. En dat is natuurlijk papa's kindje Lance Stroll. Hij en papa willen natuurlijk graag dat zijn zoon, de beste coureur ooit wordt. Alleen ja, zo ga je dat niet worden als je in een DRS-treintje zit en zo'n fout maakt. Laten we het eens even bekijken vanaf de auto van Strollybolly. Nou, hier gaat alles eigenlijk wel goed met zijn TikTok-stuurtje. Ik denk dat hij daar nog net niet... Ja, ik denk dat hij bezig was met TikTok kijken, want hij verremt zich wel op een heel raar punt, waardoor uiteindelijk de Alpine kan denken aan een aanval. Maar die weet Stroll uiteindelijk niet van zich af te houden, waardoor de Alpine eraan voorbij is. En zo heeft Stroll dus weer een plekje, ja, is er weer een plekje gezakt in de, op de ranglijst. Negende ronde van de race. We zien wel dat we het gat langzamerhand aan het dichten zijn. 1,8 seconden, 1,7. We komen er een beetje rustig aan. Want ja, ze hebben natuurlijk geen DRS meer. En dat betekent dat we op de rechte stukken ook gewoon nu in kunnen lopen. Want ja, hun liepen altijd ruim 15e, 14e uit op het rechte stuk. Ja, en dat win je ongeveer ook per rondje. Dus ja, dat hebben zij dan mooi gecounterd de hele tijd met die DRS. En nu zitten ze een beetje in mekaars DRS. Alleen dat heeft wel één voordeel. Kijk, want het Stroll probeert nu weer terug aan te vallen voor zijn positie. En de Alpine gaf zich niet makkelijk gewonnen. Alleen is Stroll er wel aan voorbij. En dit is in ons voordeel. Want daardoor kunnen wij steeds verder inlopen. En zien we zelfs dat we bijna binnen de DRS zitten van hun. 1,3 seconden is niet heel ver verwijderd namelijk van de drag reduction system. Maar goed, we komen ook een beetje richting onze pitstops. Want vanaf ronde 12 gaat de pitwindow open. Dus ook daar moeten we rekening mee houden. Maar ook moeten we achter ons blijven kijken. Want daar is Daniel Ricciardo.
Ook hij wil graag een inhaalpoging op ons proberen, alleen is dit niet in zijn voordeel geweest. Daardoor liggen wij nog op 13e, maar zien we wel dat Tsunoda een beetje uitloopt. 1,6 seconden is het gat nu en daar komt Ricciardo opnieuw. Alleen tikken wij rustig de curbstone aan, kan Lewis Hamilton nog wat van leren. En daardoor kan Ricciardo niet dooraccelereren, althans dat had hij wel gekund. Alleen hadden wij de wat kortere lijn en daardoor beter weggeaccelereerd en zijn we Ricciardo voorbij. Leek er ook al op dat Ricciardo puur wou gokken op de DRS, maar ja, hij zit 3/10 achter. En kunnen we dat dan nog wel gaan verdedigen? Nou, ik denk dat Ricciardo er niet eens naast komt, want zijn auto gaat niet zo hard als die van Tsunoda op het rechterstuk. Ik denk andere setupkeuze, ik heb geen idee waarom dat eigenlijk zo is. Nou goed, haal Tsunoda in voor ronde 16 is op dit moment de doelstelling. Alleen ja, heeft de game hier niet echt over nagedacht, want wij gaan natuurlijk over een paar rondes al naar binnen. En we zien dat het gat met Tsunoda 1,3 seconden is. Dus dat gaan we natuurlijk nooit voor die tijd dichtrijden. Nou ja, blijkbaar wel, want we zitten opeens op 19e. Alleen Tsunoda heeft natuurlijk ook DRS. En dat is niet in ons voordeel. Dus moeten we een beetje afwegingen gaan maken van gaan we eerder naar binnen. Nou, ik denk niet dat hun tegelijkertijd met onze pitstop naar binnen gaan. Ik hoop het althans. Maar ja, we zitten wel op dezelfde strategie. Dus we moeten ook wel rekening mee houden dat we gewoon weer tegelijk naar binnen gaan. En dan moeten we proberen het gat nu dicht te remmen. Want dan kunnen we het scenario van de vorige race misschien nog wel krijgen. Dat toen Albon een slechte pitstop had. En kijk, ze gaan alle twee naar binnen. Dus nu moeten we het gat gaan dichtremmen. Iets te veel risico nemen in die pitstraat. Tsunoda nam veel risico. Alleen hebben wij iets meer risico genomen. En kunnen we dan misschien net zo'n goede pitstop krijgen als in Oostenrijk. We gaan het meemaken. We switchen over naar het televisiebeeld. Waar we natuurlijk iets meer zicht krijgen in de pitlane. De topteams moeten wachten. Dat is in ons voordeel. Want dan kunnen we, als we een goede pitstop hebben en wij niet hoeven te wachten, de achterste aansluiten. En ja hoor, elke concurrent moet wachten. En daardoor liggen we voor onze concurrentie die de pitstraat eerder in gingen dan wij. En dat is natuurlijk weer goed teamwork. En dan eens kijken wat we nog verder kunnen gaan verrichten in deze race. Nou, we zitten dus vlak achter Fernando Alonso. Alleen merk ik wel aan alles dat hun natuurlijk een snellere auto hebben dan wij. Want ja, wij kunnen ze gewoon echt absoluut niet bijhouden. En dat is ook al echt extreem moeilijk. We krijgen wel weer een nieuwe doelstelling. Haal een rondetijd van 1.32.9. Ja, dat zeg ik goed. Nou, uiteindelijk zien we dat onze snelste tijd een 1.30.4 was. Dus ik blijf gewoon lekker op de cruise control rijden. Wetende dat we natuurlijk op nieuwere banden rijden. Dus de mensen die nog de pit gaan op moeten zoeken, verliezen sowieso tijd ten opzichte van ons. We willen natuurlijk niet, ja, de snelste raceronde heeft weinig zin. Want ik verwacht niet dat wij punten gaan halen deze race. Maar je moet wel proberen zo'n hoog mogelijke klassering te zien behalen natuurlijk. Nou, we zien dat Alonso ons inmiddels buiten de DRS heeft gereden. Althans op het detectiepunt. Hier is ook geen DRS overigens. We zien wel dat we de doelstellingen gehaald hebben. Maar ook dat Albon steeds wat dichterbij komt. 1,2 seconden is het gat nu. En dat was 1,8. Maar goed, ook Albon moet naar achteren kijken. Want er is een Alpine die met hem aan het klooien is. En daardoor lopen wij weer een beetje uit op Albon. En dat is natuurlijk niet in zijn voordeel. En de Alpine lijkt er ook met de winst hier vandoor te gaan. Want ja, hij zit gewoon aan de goede kant. En dus kan Albon niks anders doen dan hem weer voorbij laten. En zo liggen wij op de 11e positie nog steeds. Maar wel in de 16e ronde van deze race. We zijn al over de helft. En we zien de punten alleen maar steeds verder en verder weg van ons afrijden. Dus alleen nog maar een uitvaller kan ons richting de punten helpen. Nou, en over het algemeen is de top 10... Oh, het gaat op het moment, het gaat even fout. Waardoor we helemaal niet meer hoeven te denken aan punten. Nee, we moeten nu maar denken aan Ocon van ons afhouden. En dan maak ik zo mijn verhaal even af. Want de top 10 valt niet zo heel vaak uit. Maar dit was wel even een schrikmomentje zeg. Wat is... Dit was eventjes een moment van concentratieverlies aan mijn kant. En daardoor ging ik iets te vroeg op het gas. Ja, en dan merk je direct van ja... Nu is het allemaal leuk en aardig, maar je kan nu niet meer je eigen race gaan rijden. Je moet nu de hele tijd naar achteren kijken, want het leek er een beetje op dat we in niemands land terecht kwamen. En door een heel dom foutje komen we weer helemaal terug in dat achterveld. Ja, en dan zie je ook direct dat we ervan schrikken. En ook onszelf ook, want hij had dit natuurlijk niet verwacht. Maar gelukkig weten we onze positie te behouden.
Maar goed, we weten Albon alleen niet meer buiten de DRS te krijgen. Want we hebben natuurlijk ongeveer een even snelle auto. Sterker nog, hun hebben op papier een snellere auto. En Albon, die gaat er ook naast komen, aangezien wij een beetje een gaatje laten. En ja, Albon duikt daar dan natuurlijk in. We proberen hem nog een beetje onsportief buiten de baan te duwen. Maar daar is Albon absoluut niet van onder de indruk. En pakt dus de 11e positie van ons over. En wij zijn dus daardoor teruggewezen naar de 12e positie. En ja, die concentratieverlies, ja, dat bleef een beetje hangen in de race. Ik kwam niet meer in mijn concentratie, want ik was wel echt geschrokken van dat moment. Ik had het gevoel dat we alles onder controle hadden en dat wat zo'n klein foutje dan wel niet kan doen in de race. Natuurlijk, we waren kansloos voor punten. Maar goed, je wil dan proberen wel in niemands land te rijden, want dan kan je nog een beetje denken aan je bandenmanagement. Misschien dat je dan nog op het einde een beetje kan pushen. Maar goed, we moeten dus nu alweer gewoon vol op de aanval. Is natuurlijk ook leuk. En daardoor gaan we weer voorbij aan Alexander Albon en kunnen we volledig ons proberen te focussen om weer weg te rijden bij hun, als dat mogelijk is natuurlijk. Maar goed, we zien Albon ook weer steeds verder inlopen. 3/10. Paarse eerste sector en een groene tweede sector. Dus we zijn wel echt daadwerkelijk bezig met een persoonlijke tijdsverbetering. En sterker nog, in de eerste sector zijn we het snelste van iedereen op de baan. En dat is natuurlijk niet de gunste van Albon. Want Albon ziet direct ook dat wij daardoor best wel uitlopen in de tijd. 5/10 was het gat. En we verbeteren onze tijd naar een 1:30.084. Dus we blijven wel in die 1.30ers, maar echt, nou, bijna, we raken echt bijna de 1.29ers aan. Laten we weer eens even vooraan kijken, want daar hebben we natuurlijk al een tijd geen replays meer van gezien. En eens even kijken wat hier precies gaat gebeuren. Een Ferrari die Lewis Hamilton wil gaan inhalen. En dat gaat hem dan waarschijnlijk ook nog eens lukken. Ze houden het hier wel levend en blijven hier naast elkaar. Wie gaat dit spannende duel winnen? Het is uiteindelijk Lewis Hamilton geworden. En daardoor moet de Ferrari weer achteraan gaan sluiten. Maar zoals ik al zei, wij kunnen niet echt wegrijden bij Albon. En dat heeft met meerdere factoren te maken. We hebben natuurlijk de slechtste auto. Maar ook dat we bijna gespind zijn, is natuurlijk ook wel wat slecht voor de banden. Onze banden zijn daardoor op iets te hoge temperatuur. Het gaat vooral om de achterbanden. En die kunnen we niet heel snel gekoeld krijgen. Dus moeten we maar het beste ervan maken. Daardoor kan Alonso verder wegrijden, want hij heeft het gat inmiddels vergroot na 5,2 seconden. Maar wij kunnen daardoor het gat op Albon ook zeker niet vergroten. En Albon die verkleint alleen maar het gat. En sterker nog, Albon komt er hier gewoon weer naast op Kops Corner. En we weten natuurlijk hoe dat waarschijnlijk met Verstappen en Hamilton. En Albon die raakt de curbstone niet, waardoor hij ons aantikt. Maar gelukkig gaat dit allemaal goed. En kijk eens, we hebben een gele vlag in de tweede sector. En dat is voor ons aan het gebeuren. Dus als we dit gevecht van Albon nog kunnen winnen, gaat dit gevecht gewoon om een punt. Het is Max Verstappen die de sessie heeft helaas verlaten. En daardoor kunnen wij richting de 10e positie gaan werken. En gaat dat ons ook lukken? We zitten naast Alexander Albon. En we willen heel graag naar die 10e positie. Want het is natuurlijk heerlijk dat je misschien weer een punt kan pakken. Albon geeft zich alleen niet heel makkelijk gewonnen en heeft daardoor de positie terug. Maar wij zitten nog wel in de slipstream van hem. En daardoor komen we er weer naast ERS aan. En dat is natuurlijk een gouden combinatie, want we zijn inmiddels ook weer voorbij. Maar daar komt Albon weer terug. Hij is weer aan het terugkruisen. En zo zijn we nog lang niet van Alexander Albon af. Komen we aan bij de 4e bocht, is dit volgens mij inmiddels. En Albon zit er nog steeds naast en hier verraken we weer bijna de auto kwijt. Dat gaat allemaal maar weer net goed. En nu is Albon, heeft het opgegeven, maar nu zit er een Esteban Ocon naast ons. Alleen hij kan deze aanval wel wat langer doorzetten dan dat ik had gewild. En daardoor gaat Ocon deze positie ook nog eens winnen en ligt hij momenteel in de punten en wij dus niet. Dus moeten wij proberen in de slipstream mee te komen. Alleen komt daar ook nog eens de Visa Cash App RB van Yuki Tsunoda aangereden. En die wil dan nog eens de 11e positie overnemen. Alleen dat is dan gruwelijk mislukt. Laten we weer eens even vooraan kijken. Want er ging natuurlijk iets gruwelijks mis met een van de Red Bulls. En dat was natuurlijk de Red Bull van Verstappen. En het is inderdaad een motorprobleem. Coronel zou hier niet zo heel veel punten voor geven. Want er komt natuurlijk best weinig rook uit de motor. We zien Verstappen daar in de achtergrond verdwijnen. Hij gaat uiteindelijk richting het gras sturen. En is het dus einde verhaal voor zijn Red Bull. Volgens mij hebben we Verstappen nog niet eerder dit seizoen zien uitvallen.
Maar goed, ronde 24. Nog maar 2 rondjes te gaan. En wij gaan weer een aanval doen voor de punten. En die aanval is geslaagd. Ja hoor, we liggen weer op de 10e positie. En zo kunnen we weer hopen op een puntje. Oké dan, nog 24 rondjes te gaan. Nee, sorry, nog 2 rondjes te gaan hier op Silverstone. De ene laatste ronde is er net ingegaan. En we zitten inmiddels al zelfs in de laatste ronde. En dit is de belangrijkste, want kunnen wij onze puntenpositie behouden? En kunnen we op een circuit, ja, wat mij nog niet zo heel erg goed ligt, de punten gaan binnenharken? Dat zal toch wel een heerlijk resultaat zijn, zeg. Maar we gaan het meemaken, want daar komt direct de Alpine naast van Esteban Ocon. En die is er ook al aan voorbij. Zo zijn wij doorverwezen naar de 11e positie. Kunnen wij deze positie dan nog eventueel terug overnemen? We maken een foutje, waardoor onze exit niet zo heel erg sterk is. Daardoor kan Yuki Tsunoda met zijn Visa Cash App RB erlangs. En die is er dan ook al aan voorbij. En zo liggen, zijn wij teruggezet naar de 12e positie. En lijken punten praktisch onmogelijk te worden. Want het gat naar Esteban Ocon is 18e. Maar goed, we moeten proberen naar voren te kijken. En niet naar achteren. Ondanks dat Albon natuurlijk ook dicht bij ons zit. Kunnen wij nog steeds richting de 11e positie. Dan maar gewoon niet meer denken aan de punten. Maar we zien het gat met de punten wel steeds kleiner worden. En het gat met Ocon wordt te laat gedicht. Lando Norris wint de Grand Prix van Silverstone. Maar daar zijn wij totaal niet mee bezig. Want zover zijn wij nog lang niet als team zijnde. En daardoor gaan wij finishen rond de 12e positie. En het is niet anders. Maar goed, we hebben weer een prima prestatie geleverd in Silverstone. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Toekomt. Lando Norris is eindelijk de winnaar van Formula 1. Een geweldige prestatie vandaag, Olaf. Dat is het belangrijkste hier op eigen bodem. De coureurs hebben gepresteerd, het team eveneens. En om dat te doen voor het thuispubliek betekent echt veel voor ze. En kijk eens, ze zijn onderweg naar het podium. Een geweldige race van het team van McLaren. Wat fijn om ze op de bovenste tree van het podium te zien. Door de winst van Lando Norris ziet natuurlijk het kampioenschap er ook totaal anders uit. Eerst hebben we de einduitslag van de race van jullie. Dan zien we Norris, Perez en Carlos Sainz op het podium. Leclerc valt net buiten het podium. Hamilton en Russell op 5 en 6. Prima. Het resultaat voor het team van Mercedes. Piastri werd maar liefst 7e. Gaan wij over naar het coureursklassement. En zien we dat Verstappen daar nog steeds de leiding heeft. Lando Norris is gestegen naar de 4e positie ten opzichte van Fernando Alonso. Leclerc zit Verstappen nog steeds op de hielen voor die eerste positie. We zien dat het team van Red Bull een gat heeft van 63 punten naar het team van Ferrari. En we zien dat Sauber 45 puntjes heeft en eigenlijk in niemands land zit. Nou, dan hebben we blijkbaar ook een kampioenschapsrivaliteit waar ik helemaal niet van af wist. Maar die hebben wij ook nog gewonnen, aangezien we natuurlijk nog 9 puntjes voorstaan op Lance Stroll, maar dat gaat niet heel lang meer duren. Want ja, Stroll heeft gewoon een veel betere auto dan wij. Dus goed, daar kunnen we niet al te veel mee. Maar goed, dat ziet de game natuurlijk niet. Want die ziet alleen dat we ervoor staan. Nou, we hebben de rivaliteit met de Sergeant gewonnen. Daardoor krijgen we 2100 concentratie erbij. Nou, daar ben ik best wel blij mee. Want dat betekent dat concentratie volgens mij 2 niveaus omhoog gaat. Bijna 3 zelfs. Nou, ervaring is bijna omhoog. Race techniek is naar 71 gegaan. Bewustzijn is bijna 70 rating. Tempo is 75 rating. En concentratie is van 67 naar 69 rating gegaan. Dat betekent dat onze overall rating richting de 72 gaat.
dames en heren. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je dit kanaal nou steunen? Dat kan gratis en betaald. Wil je ons betaald steunen? Neem dan een lidmaatschap op dit YouTube-kanaal. Voor 2 euro per maand kan je al onze Formule 1-video's vooruitkijken. En dan heb je ook nog toegang tot andere speciale voordelen. Wil je ons gratis steunen? Abonneer dan op dit kanaal. Vergeet deze video niet te liken. En deel hem natuurlijk met je vrienden. Wordt enorm gewaardeerd. Jullie vragen trouwens nog even net de erkenning. We krijgen steeds meer erkenning dan Bottas. Nou, goed. Bedankt voor het kijken en toedeledokie, dames en heren.